Visvrienden, ik heb een nieuwe camera die ik nu voor het eerst gebruik. Ik hoop dat het geluid goed is, dat is altijd lastig. Ik heb ook nog geen bondje op de microfoon. We zien het wel. Wat wilde ik vertellen? Ja, na 6 maanden experimenteren met ProCalvit is wat mij betreft het cirkeltje rond. Ik ga weer verder waar ik begonnen ben, namelijk met het witte poeder. En ik ga het verwerken in een dip, met steeds wisselende vloeistoffen. Ik begin bijvoorbeeld met het nat van de maïs. De dip gebruik ik voortaan alleen op de visdag zelf. Zowel op de malen, als op de maïs, als ik denk dat het nodig is. Morgen de eerste sessie. Tot dan! Dit lijkt me een prima plek om een middagje door te brengen. Er staat een meter of 3 water en ik ga met beide hengels in de vaargeul vissen. Want hoe dieper, hoe koeler, denk ik altijd. En hoe lager de temperatuur, hoe meer zuurstof in het water. Des te meer zuurstof, des te meer activiteit. Goed, ik ga alleen nog maar de betere en de mooie vissen laten zien vanaf vandaag. In deze video vis ik elke keer met een maïsbrokje op een voerstek met mijn linkerhengel. De rechterhengel is beaast met 2 of 3 maden, maar krijgt natuurlijk wel iedere keer een ProCalvit dip op de visdag. Kom, we gaan vissen. De ProCalvit is vandaag opgelost in het vocht van een blikje maïs. Over een jaar of 10 nog wel eens terugvangen. Klein zeeltje. Leuk. Die kleine brasem is wel mooi. De grotere en de oudere beginnen lelijk te worden op dit water. Nou, snel terugzetten, kan die ook groot en lelijk worden. Leuke vis. Centimeter of, wat zal die zijn? 45. Ik ga hem terugzetten. Ik ben gevlucht voor de hitte. Het wordt vandaag 35 graden. Nou, hopelijk is het hier uit te houden. En zit er nog vis ook. Ik ga lekker in de schaduw zitten. Veel brasem van deze maat vandaag. Niet bijzonder groot, maar wel mooi van kleur. Nou, een stuk of 10 kleine brasems. Meldt zich een prachtige voorn. Heel mooi visje. Ik zit hier weg te smelten in de schaduw en die vis die aast maar door. Tenminste zolang het stroomt. Op het moment dat het gemaal stopt, dan stoppen de aanbeten ook. En dan gaat het gewoon even later weer verder als we weer gaan pompen. Het is een supermiddag geworden. Alleen het wordt me te warm. Ik ga naar huis. De maïs alleen maar voorn gevangen vandaag, wel hele mooie. En op de ProCalvit-maden eigenlijk van alles en nog wat. Bliek, brasem, koolblij, een paar baarzen. Dat was het wel. Ik stop ermee. Tot de volgende keer. Ik krijg de kans hier om mijn tweede hengel klaar te maken. je net. En de eerste is een grote voorn, de tweede een Brasem van dit formaat en de derde ook. Echt waar, niet te geloven. We gaan snel verder. Gooi net mijn rechterengel in, daar is het ook meteen prijs. Gewoon binnen een paar seconden. Ik kon mijn camera niet eens klaarzetten. Nou, daar ben ik weer. Ik heb niet eens de tijd gehad om een introotje te maken voor deze video. Het gaat allemaal zo verschrikkelijk snel. Deze stek, ja, de enige reden waarom ik hier zit, is omdat er schaduw is. Want het wordt weer zo'n bloedhete dag. Ik zit weer op het kanaal natuurlijk. De vangsten zijn ongelooflijk gewoon. Het gaat allemaal volgens het boekje. De bodemaarsers komen allemaal op de ProCalvit-maden. Dan heb ik het over bliek, Brasem, af en toe een baarsje wat het minder is, want die slikken nog wel diep. En de voorns en de hybrides, die komen allemaal op de mais. Het wachten is nu op een zeelt. Dat kan op allebei. Ik ga weer verder. Soms moet je keuzes maken. Wacht even op de linkerengel. Van het warme weer en van het vangen. Het hield niet op. Ik heb nog nooit een middag gehad met zoveel aanbeten op twee hengels tegelijk. Bijna allemaal Brasem. En eigenlijk niet één groter dan 45 centimeter. Dat is wel jammer. Ik moet ook zeggen dat ik een beetje verzadigd ben geworden. Met al die vangst hier. De afgelopen 3 keer was eigenlijk te gek. Er zit ook nog volop hybrides tussen. Ja, wat niet. Vervelende baarsjes, dat wel, heel lastig. Een hele mooie rietvoorns vervangen, ook leuk, maar toch, in zijn geheel genomen, ik vang graag grote Brasem. En dan bedoel ik groter dan 50 centimeter. En dat is volop gelukt in het voorjaar. En nu kan ik ze niet vinden op het kanaal. Het kan natuurlijk zijn dat een hele generatie het loodje heeft gelegd, naar de paai, gewoon van ouderdom, niks bijzonders. Of dat ze in de polder zijn blijven hangen, omdat het lekker veilig is tussen de waterplanten. Wie het weet mag het zeggen. Ik ga eens nadenken over een hele andere stek, misschien wel buiten de provincie. Tot de volgende keer. Het is midden op de dag, meer dan 30 graden. En die vis aast gewoon door. Het barst van de voorn en de koolblij. Af en toe een baarsje en af en toe een mooie Brasem. Warm dat het is. Tussen de halfwasjes en de pliekjes door toch nog een mooie Brasem van 50 centimeter. Ik heb inmiddels een zoete variant en een zoute variant op de ProCalvit. zoete gebruik ik op de mais en de zoute gebruik ik op de maden. Tot nu toe werkt het allebei prima. Wat zijn ze mooi, hè? Vooral in dit formaat. Prachtig, zo'n ruisvoren. Echt een schitterende vis. Hier ben ik nou blij mee. Ik zag op het moment de ene prachtige ruisvoren naar de andere. Dit is, ik denk, nummer 6 of 7 achter elkaar. Prachtige vissen. Ik heb vandaag onderaan het talud gevist, net achter de waterplanten. En het is een topdag geworden. Op de madenhengel alle koolblijen, blieken en blankvorens. En op de mais, met het brokje, alleen maar ruisvoeren en brasem. Kortom, alles volgens het ProCalvit boekje. En dat maakt mij blij. Ik hoop dat het de volgende keer weer zo lekker gaat. Ik stop er nu mee, want ik schat dat het inmiddels 33 graden is. En ik heb geen schaduw meer op mijn stek. Het is niet te harde. Ik denk dat het vandaag de heetste dag van het jaar gaat worden. Tot de volgende keer. Ik heb besloten om een maandje langer door te vissen op mijn thuiskanaal. De reden is de visstand. Die ontwikkelt zich in een bepaalde richting en dat wil ik volgen. Die grote brasems, nou die komen misschien nog wel later in het seizoen. Dan heb ik weer wat geleerd voor volgend jaar. Het is trouwens prachtig visweer. 25 graden en een mooie bries uit het westen. De enige spelbreker is dat het niet stroomt. Maar ja, dat kan binnen een half uur veranderen. Laten we het hopen. Het gemaal werkt nog steeds niet. En ik zit mijn suf te vangen aan kleine blankvoren en kleine bliek. De baars is gelukkig weg. Op de mais zie ik niet veel, behalve een paar ruisvorens tot nu toe. Op de maden blijft het aan één stuk doorgaan. Op de mais. Het stroomt nog niet eens. Nou, ik heb goede hoop op nog betere vissen. stroomt nog steeds niet. Ja, dit is ook prachtig. Het stroomt nog steeds niet en dan komt er plotseling een snoekbaasje om de hoek kijken. Dat is ongeveer het laatste wat ik hier verwacht had. Nou, ik weet nu wel welke schurken dit jaar af en toe mijn onderlijntjes doorbijten. Krijg je een heel klein beet, heel klein rukje, verder niks en dan ben je je haakje kwijt. Nou, dit zullen de schuldigen dan wel zijn. Ik dacht dat het rivierkreefjes waren, maar dit is leuker. Want dit belooft iets voor de toekomst. Er is echt iets aan het veranderen op dit water. Super! Ik blijf vanmiddag wat langer, want het loopt lekker en de temperatuur is eindelijk te verdragen. En weer zo'n prachtige ruisvoorn. Dit soort vissen geven... Ik wilde zeggen, dit soort vissen geven topsport aan een lichte vliegengel. En ze zijn er dus weer, volop. En weer zo'n goudklomp. Wat een prachtige ruisvoorn. Echt schitterend zijn ze hier. Heel mooi. Blij mee. Ondanks dat het nauwelijks stroomde vandaag in het kanaal, heb ik me helemaal te pletter gevangen. Alle witvis kwamen op de maden met als verrassing een snoekbaars, heel leuk. En op de mais alleen maar brasem, met één leuke uitzondering, maar nog lang geen 55-plusser. En mooie rietvorens weer, mag ik wel zeggen. Nou, leuke visdag geweest. Wat me overigens wel opvalt, want ik heb hier nu een keer of 15 gevist denk ik, dat ik nog geen enkele karper gehaakt heb. Ook niet gezien. Niet zien springen, niet zien draaien, echt geen teken van karper op dit kanaal. Best vreemd. Hoe dan ook. Ik zal nog een klein beetje geduld moeten hebben, want ik blijf natuurlijk toch hopen op die 60 plus brasems. Volgende keer misschien. Tot dan.